Hallo kijkers van Hoops Games en welkom bij een nieuwe video. Deze keer samen met Wessel, oftewel de Penguin Mannen. De Penguin Man. Oké, we gaan vandaag lekker Eggwas doen. We zitten in Team Orange op de map Medieval. En ik heb het kitje, hoe heette die ook weer? Egg Armor gekozen. En er is geen overpowered of whatsoever. Oftewel, wat dan ook. Er is niks. Nou, ja. En ik ga een kleine spoiler geven. Of zal ik het nog niet doen? Kleine spoiler of geen spoiler? Kleintje. Oké, okay, kleintje dan. Ja. Er komen nieuwe games aan die worden opgenomen dan alleen Minecraft. Oeh. Kleine spoiler. Kleintje. Ik heb de andere iron hier aangezet, die kun jij pakken. Ja, dan was ik net van plan te gaan doen. Je was me voor. Ja, ik denk ik vertel het even. Ja, handig. Ja, precies. Ja. Okay. Ik denk dat ik nu even snel naar het midden ga rushen, want anders dan hebben we dadelijk helemaal geen spullen. En dat is wel de bedoeling. Ik koop een zwaardje, ik koop wat eten en dan nog wat blokjes en dan ben ik weer klaar. Doen we gewoon de Webelkodien tactiek? Wat is de Webelkodien tactiek? Jij rust die klavier. Dat is de goede tactiek. Dat is niet de Webelkodien tactiek, dat is de beste tactiek. Ja. Dat is gewoon de tactiek. De tactiek! Ja. Oh! Zag je dat? Nee. Ik sprong bijna van het eiland af. Ja, ik bouw nou een rug, dus ik kan moeilijk iets zien. Ja. Maar ja. Strak punt. Inderdaad. Het is december. December. En ze zeggen altijd dat december geen vrolijke maand is, omdat het altijd regent en kut weer is. En het is al een beetje droevig. En het is bra. Het is Brock. Brock Obama. Brock Obama. Het is gewoon Brock. Ja, Brock. Nee, maar ik heb daar eigenlijk helemaal niet zo'n probleem mee dat het slecht weer is. Oké, ik vind het ook niet leuk. Ik heb ook liever zomer. Maar denk aan de positieve dingen. Je krijgt cadeautjes. Je bent misschien wel jarig, dat weet ik niet. Maar misschien ben je jarig in december. Ja, misschien ja. 1 op de 12 kijkers is waarschijnlijk jarig in december. Dus. Juist. Nou, ja, dat weet je niet. Ze zeggen altijd dat april broed... Nee, een of andere maand is broedmaand, zeggen ze altijd. Ja, dat ken. Alleen dat betekent dus niet dat het dan het gedaan wordt. Want je wordt in 8 maanden of 9 maanden ongeveer geboren. Ja, oké. En dat is niet 12, dus dat is niet precies een jaar. Maar ik heb... Oh shit, ik ben heel dom geweest. Ik heb wel diamonds gepakt, maar ik heb geen gold. Dus ik ga met slim, verstandig, huppatee. Staat de Diamond Channel aan of niet? Nee, natuurlijk niet. Ik hoop dat we echt een keer overpowered krijgen. Ja, of gewoon dat de Diamond Generator vanaf de start aangaat. Ik hoop gewoon op een paar emeralds, weet je wel? Oh, op emerald generators en emerald items. Oh, ik heb dat nog niet gehad. Nee, ik ook niet. Oh, goed, is. Oh, ik dacht dat je dood ging. Nee, dus ik ben niet dood. Oh. Ja, ik dacht, ik voelde zo'n moment aankomen en ik dacht, ik zal er vast een geluidseffect mee maken. Oh, paniek. Oh, happen to me. Ik ben niet dood. I make my mistake. Ik ben levend. Hé, ik zie je. Zo vrij als een vis. Ik ren terug. Ik kom eraan. Ik heb 10 gold en 13 diamonds. Er zit gelukkig niemand achter mij. Dat is heel mooi. Dat is heel fijn dat er niemand achter mij zit. Het is zo heel fijn. Alleen iets wat jullie niet kunnen zien, maar wat wel veranderd is, is dat ik nou ledverlichting heb in deze kamer. Maar ja, jullie hebben daar natuurlijk helemaal niks aan te zien. Alleen het is voor mij een voordeel. Alleen ik wou dat even medendelen. Wauw. Denk ik ben je nou blij? Ja, nu ben ik heel blij. Ja, jawel, level 2. Nee, nu wel. En je krijgt 6 diamonds van mij. Feest. Gratis. Oh, wacht even. En als een of andere Job Keres deze video kijkt, shout-out naar hem. Oké, shout-out naar Job Keres. Shout-out, zegt hij dan. Shout-out. Oké. Dat kind zit bij mij in de klas en die zegt altijd feest. Oké. Die gaat zich kapot lachen zodat hij dit ziet, man. Ziet hij dit überhaupt? Ja, ik denk het wel. Oké. Grappig. Ik hoop het ook voor hem. Doe een shout-out naar je broer. Die zat bij jou in de klas. Ja, nee, ja, half. Oh. Ongeveer. Ongeveer, bijna. Ja. Want wij hadden, dat is wel een leuk verhaal om te vertellen, want wij hadden zo'n clusterklas.
Ja. En dat betekent dat je letterlijk met groep 7, 8 bij elkaar zit, omdat wij een hele kleine school waren. Ja, er zijn voordelen aan een kleine school en er zijn nadelen aan een kleine school. Ja, mee eens. Voordelen zijn, je kent bijna iedereen op je school. Ja. Op je basisschool, letterlijk ook van groep 3 af, zeg maar. Ja. En, ja, je kent dus iedereen en er is wel ook nadelen aan, zodat je bijvoorbeeld weinig geld hebt voor heel veel dure spullen. Zoals wij hadden nog niet heel veel van die digiborden in mijn tijd. Nee, en je had... Toen hadden we nog maar 1 of 2 digiborden of zo. Schoolreisjes, ja, die gingen wel op schoolreisje, maar dan niet gingen naar we dure naar de... dingen of zo. Nee, niet, nee, niet naar inderdaad. De Efteling of iets in die geest. Nee. Gewoon goedkope school. Ze waren wel leuk, want je bent met je vrienden en op schoolreisje je hoeft niks te doen. En met mijn vrienden is altijd leuk. Ja. Dat kan gewoon niet saai zijn. Als je, tenminste, nee, maar... tenzij je geen vrienden hebt. Maar ja. Dat is ook... Oh! Ja, sommige mensen hebben geen vrienden, maar dat vind ik wel zielig. Alleen, je kunt er eigenlijk grotendeels zelf iets aan doen. Want als jij als vrienden niet naar jou, nee, maar als vrienden niet naar jou toe komen, dan kun jij wel naar vrienden toe gaan. En als jij heel verlegen bent, snap ik dat dat heel moeilijk voor je kan zijn. Maar dan kun je dat althans nog proberen. En als je dan verlegen wegkruipt, er zal vast wel iemand zijn die dat leuk vindt. Wacht even, zijn we verlegen? Verlegen wegkruipt, zei je. Oh, ik verstond verlegen. Oké. Okay. Dan gaan we terugkijken. Ja, je kijkt er maar terug. Alleen, dat is niet... Ja, je kunt je eroverheen zetten door bijvoorbeeld je eigen zelfvertrouwen op te wekken. Door bijvoorbeeld met je eigen in de spiegel te praten. Het klinkt misschien heel raar om dat te doen. Ik heb het niet gedaan, maar het klinkt raar, maar het wekt wel zelfvertrouwen op, is bewezen dus. Ja, en dan naakt ervoor gaan staan en dan zeggen, ik ben sexy. Ik ben sexy. Ik weet niet, dat denk ik niet dat dat werkt, maar... Je kunt het ook op de Wessel manier doen als je dat leuk vindt. Ja, je zei jezelf... Hey, er komt iemand aan! Pak hem! Nu! Pak hem! Even snel van ons onderwerp af. Nee hoor, dat lukt nooit. Lukt het? Nee. Ik kom eraan, maar ik ben niet klaar. Ik ben niet Ik heb hem. Oh, lekker. Ik kom ben... er nog... Oh, daar ben jij. Rustig ja, maar. Ja, ik dacht echt van, wow, er komt nog iemand. Maar hier, het was... ik heb een stack iron gedropt voor je, maar... Oh. Ik weet niet of je er zin hebt. Maar in ieder geval, je kunt altijd zelf er iets aan doen. En anders als je niet weet hoe je zelfvertrouwen krijgt... Het komt van eigens. Wek jezelf mensen op. Leren je uiteindelijk wel accepteren. En al is dat niet zo, ja, dan word je meestal gepest. En daar kun je ook wel iets aan doen. Alleen laten we die kant niet opgaan, want we houden wel de video natuurlijk leuk. Want wij willen jullie wel entertainen. Wij zijn jullie vrienden, jongens. Wij zijn jullie vrienden. De matties. De echte matties. Nee, maar op zich... Het is niet heel moeilijk om vrienden te maken. Want er is eigenlijk altijd wel een persoon als jij. Niet precies zoals jij, maar wel ongeveer zoals jij. Snap je wat ik bedoel? Yep, hey, de Diamond Gen ondertussen, level dat we 3. Allemaal over vrienden aan het praten zijn. Diamond Gen is level 3. Ja, dat zie ik in de chat. Dat is nou wel grappig. Oh ja. Oeh, ik werd bijna afgebeukt met zijn pickaxe, hakte die bijna het blokje onder mijn voeten weg. Oeh. Dat is spannend. Same. Oh, ik ga hem aftikken, let op. Er zijn iemand, hè? Oh ja, die is er afgetikt. En hij heeft TNT geplaatst, maar ik ben snel genoeg weg. Oké, daar komt iemand aan, denk ik. Skillerback in. Oh nee, hij is dood. Ik heb hem. Hey. Hoppa, was killed by Kimups, was killed by Kimups. Lekker 2 puntjes binnenschrapen. Eigenlijk is het wel heel weinig, dat je maar 2 punten krijgt, of 1 punt krijgt per kill in Egg Wars. Ja, dat vind ik ook. Als je kijkt dan naar PvP op deze server. Ja, gewoon PvP, ja. Ja, per 1 kill heb je gewoon een... per 1 kill heb je gewoon een point. Mm-hmm. Ja. En... Bij Egg Wars, ja, bij Egg Wars is het veel moeilijker om een kill te krijgen. Ja, tenzij je gewoon de hele tijd met je vrienden speelt en gewoon de eieren heel laat en elkaar er heel traf slaat. Ja, dat kan ook. Maar daar vind ik een beetje cheaten van punten krijgen. Ja, mee eens. Maar of je moet gewoon zo pro zijn als wij. en gewoon 1000 punten krijgen. En je gaat iedereen killen, zoals nou. Ja, ik heb je. Er 2 punten. Ja, ik zag het net in de chat staan. Mm-hmm. Ja, dat gaat lekker.
En dan kan het wel. Ja, maar dan... ik zit nou ook in het midden te rushen, letterlijk. En daar krijg je gewoon super veel... Iedereen gaat naar het midden, want dat is gewoon een connectiepunt van alle eilanden. Goh, want... daar heb jij eens goed berekend, Cody. Ja, want je moet naar het midden, al wil je diamonds krijgen. Je kunt ook gewoon niet naar het midden gaan en op je eigen eiland campen. Alleen ik raad daar niet aan de mensen om dat te doen. Nee. Tenzij je heel slecht in PvP bent, zou ik dat nog steeds niet doen. Ik zou gewoon een brug bouwen en dan gewoon proberen om diamonds te krijgen, meteen terugrennen naar je eiland en dan te blijven zitten. Dan heb je tenminste wel diamonds. En dan kun je nog iets beginnen, snap je? Mee eens. Dus als je dan slecht bent in PvP, ja, ik zou dan ook al geen Aqua spelen, maar ja, dat maakt niet uit. Als jij de... Hey, wat is dit? Huh? Oh my god. Oh my god, dit is inderdaad een oh my god momentje, Wessel. Ja, sorry. Wie let hier weer eens niet op? Ik stond op het diatje. Oh my god. Ik kom nou zo snel terug, hè. Ik had er voor obsidian gemaakt, dus ik dacht, ik ben veilig, maar... Nou, iemand kan gewoon een diamond pick... Waar is hij, die gast? Oké, laat maar... Oh, ik heb hem al gekild. Oh, ja. Handig. ja, oké. Okay. Ja. Ik heb wel 50 diamonds, dus... Wow. Ja, ik... Maar als je niet goed bent in PvP, zou ik sowieso al geen Aqua spelen. Tenzij je het natuurlijk gewoon heel leuk vindt. Dan moet je gewoon doen wat je leuk vindt. Oh nee, dan hou ik er nou mee op, weet je. Als je niet kan PvP, dan mag je het niet spelen. Oké. Ja, nee, je mag het wel spelen als je het leuk vindt. Dat zeg ik toch. Alleen als je echt niks aan vindt, waarom zou je het al spelen? Maar dat lijkt me logisch. Hey, Colin. Dat doet geen ene man. Yes, thanks. Oh, thanks. Nu kan ik superveel maken. Ik heb nog niks zelf, hè? Nee, maar ik heb wel alles. Jij moet tank. Jij wordt onze tank. Oké, is goed. Omdat ik zo slecht ben in Minecraft. Ik heb letterlijk alles wat ik wil. Full iron, diamond sword, pickaxe, boog en zwaard. En shield. Oké, als zouden we hierna nog een potje gaan doen, ik weet niet of het. Ik weet niet hoe lang het potje nog duurt, maar ik denk het misschien wel. En als dat dan dit nog een keer in voorkomt, hè? Bäh. Ja, dat moet niet hebben. Dat moet er niet dan hebben. Ben ik officieel echt heel erg noob. Ja, maar je bent al heel erg noob, dus dat hoeft al niet officieel bepaald te worden. Sorry, Wessel. Met gewoon noob, oké. Grapje. Het houdt niet op. Niet vanzelf. je moet het van je vrienden hebben, hè? Zeg ze toch altijd? Ja. Ja, je moet het van je vrienden hebben. Nou, daar heb je het. Ik vraag eigenlijk Jasper dan wel, hè? Gast, weet je wat deze gast doet? Hij hakt letterlijk het blok onder zijn eigen voeten weg. Was dat die X plus 07? Yup. En hij springt er zelf in. Dan denk je ook van, wat ben jij aan het doen? je wil iets anders zeggen, hè? Wat? Je wil iets anders zeggen als wat ben jij aan het doen. Hoezo? Ja, nou ja, ik weet... Je hebt zo'n Brabants accent. Ja, dan moet ik een beetje weghalen. Ik moet mijn ABN moet ik praten in de video's. Want anders dan gaan mensen zeuren. Dat moet niet hebben. Moet niet hebben. Nee, maar ik vind... Natuurlijk, als kijkers gewoon niet uit Brabant komen, dan respecteer ik dat natuurlijk. Want ik ga dan niet expres Brabants praten. Alleen soms kun je er gewoon niks aan doen dat er even zo'n woordje uitvalt, omdat je het gewoon dagelijks zegt. Ik kom uit Brabant, kende jij daar zien? Nee, maar wel horen. Ja, inderdaad. Of heur daar misschien. Ja, ik denk dat serieus mensen niet weten wat sommige woorden betekenen, die wij wel weten. Kuukske. Ja, dat kun je raden op zich. Koekje. Ja. Ik ga een kuukske van eigen deeg voor u bakken. Ja, ik weet niet of mensen dit leuk vinden, maar ik vind het in ieder geval grappig. Maar als mensen het niet leuk vinden, dan ik praat zoveel mogelijk gewoon ABN. Oftewel, algemeen beschaafd Nederlands, toch? Oh. Ik dacht dat algemeen beschaafd Nederlands was. Kan best. Nou, in ieder geval algemeen beschaafd Nederlands dan. Ga ik dan voor. Oké. Okay. Wanneer komt papa eens een keertje thuis, man? Hey, dat weet ik toch niet, man. Moet niet mij vragen. Ik heb hier inmiddels... Zal ik gewoon mezelf ook gaan tanken? Zou ik wel doen. Oké. Ik ben even een gouden appeltje aan het eten, omdat ik nog maar 3 hartjes had. Maar ik ben weer full HP.
Full HP, daar doen we net mee. Daar zal ik het wel mee moeten doen. Al meer heb ik nog niet. Oké, okay, dubbel kill. Je hebt iets meer als full HP, oké. Ja, wat heb je meer dan full HP? Full HP is dus full, dus kan niks meer bij. Ja, maar je hebt nog een zwaard, je hebt nog blokken, je hebt een pickaxe, je hebt eten. Ja, dat klopt. Ik ben een wijsneus. Een neus wijst niet. Bij de handje, een bij heeft geen handen. Oh. Jij bent irritant. Nee, jij bent irritant. Dat slaat dan weer nergens op. Hey, X plus 4. Houdoe. Hey, haja, houdoe. Oftewel, houdoe. Houdoe betekent doei in het Brabant trouwens. Oh ja. Oof. Sommige mensen weten natuurlijk niet wat dat is. Nee. Maar houdoe, daar kun je niet afleiden. Nee. Houdoe is doei in het Brabant, jongens. Ja. Oh, dat bedenk je echt niet. Nee, maar ik ben er nu een beetje aan het denken om ABN te praten. Alleen, als je dat bijna nooit doet, behalve in je video's, is het heel moeilijk om het nou ineens omschakelen om dat wel te doen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik wel. Ja. Dan is mijn accent wel niet heel goed, hè, maar... Ze zeggen altijd dat Brabanders zacht aardig zijn, maar ik... Ja, maar ze zeggen altijd dat Brabanders zacht aardig zijn, maar soms kunnen ze ook echt heel lomp zijn. Ja, dat klopt, maar... Want wij kunnen ook echt schelden op manieren waar je denkt, wij plakken gewoon alles aan elkaar. Ja. Wat ben jij voor tering, klootzak? Ja, wij plakken gewoon 3 woorden aan elkaar. Dat slaat dan weer totaal nergens op waarom wij dat doen. Zo van, oh ja, dan klinkt het erger. Al heb je er 3 in 1. Ja, een soort van. Ja, zo denken Brabanders volgens mij. Ik weet het anders ook niet. Hé, wat moet ik hier nou eigenlijk nog gaan doen? Zal ik ook gewoon mee gaan rushen? Want ik, hey, ik zit hier nou... Dat kan jij ook doen. Hé, hey, die eiken is al weg. Waar is de eiken heen? Dat weet ik niet. Aier. Hé, hey, zit ik... Oh nee, ik zit niet langs ons eiland. Is Yellow nog heel? Ja, Yellow is nog heel, oké. Blij dat je het zelf zegt, want anders moest ik weer gaan kijken en had geen zin. Nee, ik heb het al gezien. Ik ben lui. Ja, dat is ook een eigenschap. Ja. Het hoeft geen goeie te zijn, mag wel. Lui is ook een eigenschap. Yep. Hey, zal ik meekomen of wat moet ik doen? Ja, je moet zelf weten wat je wil. Als jij zegt van, nou ik blijf lekker op het eiland. Maar ja, ik denk niet dat je er heel veel aan hebt, want ja, ons eik is toch wel kapot. Of eik is trouwens eitje, maar dat... Oh shit, ik ben er afgeschoten. Ik ben dood. How could this happen to me? I made my mistake. Expect, weet je. Oh ja, we hebben geen ei meer. Nee. Sorry. Jouw schuld weer, ja, hè? Ja, inderdaad, je bent nu toch door mij. Jongens, Wessel toch. Het is een weppel voor jou. Dikke me. Het is Wessel voor mij. Ga je nou van die Diamond Generator af, anders zijn de kijkers naar Diamond Generator aan het kijken. Is niet echt leuk. Niet echt entertainend of zo, Wessel. Doe je sexy dansje. Doe je sexy dansje. Is dit je sexy dansje? Ik dropte me zwaar. Ik zou erop geilen, nee. Gadverdamme, Koudje. Ja, ik zeg toch sexy dansje? Wat verwacht je? Wat moet ik dan doen, hè? Dat weet ik niet. Ja, jij kan dat niet meer, want jij bent een geest. Ik ben... Jongens, ben ik sexy? Rating 1 tot 10? Best wel, toch? Nee. Je moet je shirt in je broek doen. Hoezo? Dan ben je extra sexy. Gast. Het slaat nergens. Oh, jawel, het slaat... op de tafel. Oh, het slaat op de tafel. Nee, maar ik ben op zich best wel doorzichtig op een moment. Doorzichtig? Ja. En daar houdt in? Ik ben een geest. Pardon, pot. Dus je kunt door me heen kijken. Hé, hey, kan ik hier gewoon over die brug rennen naar missen? Ja, je kunt naar missen rennen. Nee, in midden. Ja, daar kan missen. Je heen. We gaan daar kun je heen, want er zit letterlijk niemand in het midden. Oh, in de midden. In de midden. In het midden. Het midden. Kom op, Wessel. Jij kan het ook, ABN. Kom op. Weet het daar zeker? Daar weet ik zeker.
Oké, okay, welk eitje is... Dat is yellow. Ja, je moet naar yellow toe. Ja, maar oké. Okay. Hoe gaan? Ja, pink die heeft trouwens allebei full leer. Dus ik zou pink eerst pakken. Want pink zit letterlijk niet op een eiland. Pink zit op eiland rood. Waar is pink? Naast orange, langs ons eiland. Daar? Langs ons eiland. Oh, langs ons eiland. Terug. Retreat. Dan zien we Wessel daaruit komen. Hallo daar? Wessel. Nee, andere kant. Ja. Yeah. Daar zie je hem. Wauw. Je kunt via red naar pink toe. Oh, hey. Ta-ta. En via red kan ik, of ja, van het midden kan ik weer naar red toe. Yep. Het is me toch wel. Het is me toch een partij leuk hier. Is het toch zo dadelijk afgeschoten? Nee hoor. Zeg jij als dat gebeurt? Ja, dat zeg ik daar. Dan komt nou iemand naar midden rennen van yellow toe. Oh, ik zie het. Ja, maar ze zitten op dit eiland, die van pink, hè, dat weet je. Die staan hier op de diamond generator en eentje bij de villager. Die, waar, op het eiland waar jij nou zit. Ze hebben geen obsidian. Oh, dat nog. Free punten. Yay. Yes. Leuk, yay. Man. Gezellig. Feest! Feest! En dat zou Job zeggen. Feest! En nu snel nog red toe. Rennen. En team uitmoorden, of wat? Ja, precies. En dan naar yellow. Want, ja. Wreek mijn dood. Hun hebben mij eraf geschoten hier. Hier, in de villager? Nee, allebei boven bij de diamond generator ingebouwd. Hallo jongens. Er staat letterlijk een taart voor. Ik kan de taart, ik wil de taart. Gaan we nou allebei slaan, hè? Onbeschoft. Hak die taart gewoon weg en loop naar binnen. Oh. Oh, lekker. Ga ervoor. Ga ervoor. Oké. Wow, ik heb 10 hartjes. Nou, dat was lekker. Oh nee, full heal. Full HP. Ja, full HP, dat was het. Kan ik vanaf dat eiland waar ik nou naar sla, naar dat eiland waar ik nou naar sla? Ja, dat kan. Alleen dan moet je wel een brug bouwen. Klopt. Hè? Echt waar. Ja. Ja, maar gast. Oh. Ik vraag je of ik daar naartoe kan. Ja. Moet je wel een brug... Ja. Ja. Je weet ervoor ik bedoel. Ja, dat weet ik natuurlijk. Alleen ik denk ik doe even kut. Oké, wat was onze tactiek? Moet ik via die naar... Ik zou nou naar omhoog gaan en daar een brug bouwen. Oh nee, hun hebben al een brug voor jou gebouwd. Ze staan nu gauw beneden naar je toe. Oh echt? Ja, kijk, ze zijn op het volgende eiland. Als je snel bent, is die ander dan nog niet. Dus ik ga daar naartoe? Ja, snel, want er één is staat daar nou, in de eiland. Hier was ik er ook afgeschoten toen ik een brug aan het bouwen was. Oké. Okay. Ik probeer je dood te wreken, zo pok eraf dood. Ik stond op dit blokje en toen sprong ik daarop en toen ben ik hier naar gegaan. En toen heb ik dit eitje gecheckt en toen was het ineens klaar en toen... Schoten mij van de brug af van de pink. Je wordt beschoten, hè? Ja, I know. Nee. Heb jij een boog? Ja. Oké, okay, lekker. Wauw, wat doe ik nou? Hoe kijk ik? Ik zeg wel als hij schiet. Bouw vooruit. Hier een blok neer te zetten. Bouw vooruit, ik zeg wel als hij schiet. Hij schiet! Hij houdt zijn boog in ieder geval strak. Waar wil je op schieten dan? Op jouw kop. Kijk. Kijk. Wat zei je? Ga ik rennen? Ga maar rennen. Ik eet een notchappel. Heb je een notch? Ja! Die had ik niet! Ik wel. Godverdomme, dat zegt hij dan weer niet tegen mij, hè? Ga die gewoon met een notch vandoor. Schiet hem af nu! Nu! Ja, je bent fucked. Nu moet jij eroverheen. Nee, niet doen, niet eroverheen. Ik heb een notchappel gegeten. Pak je boog! Schiet op hun. Oh, doe rustig. Rustig. Hey, doe rustig. Ik ben echt zo scheef met dat ding. Ik zie het. Jongens, die gaat niks meer over, jongens. Gaat lekker hoor, Wessel. Schiet hem af, nu, zijkant. Pak hem aan de zijkant. Ja, nu. Wat doe jij? Schiet. Schiet. Doe iets. Ja, wat? Dat weet ik niet, schiet hem af! Nu! Hij heeft een muurtje gebouwd! Die man, die staat daar toch? Schiet hem! Tegen waar je nou tegenaan slaat! Hij staat... Ah, ik had een rat! Stress!
Nu schiet! Schiet! Oh, dude! Ik ben zo Jij bent zo noob! Ja, dat weet ik. Jij bent zo noob! En nou schiet hij mij eraf. Komt hij, hè? Slaat hij. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nou, ik zie jullie bij het volgende potje. Tot zo.